Ik zelf even voorstel dat ik bij Drieveld al een tijdje rond de wereld. Je zei eigenlijk al, zou ik het kort aan mijn eigen hartstikke bedanken. Voornamelijk deze gegevens en de crypto op dit moment. Maar dat is het trouwens nog eens. Even over deze presentatie. De top 10 is natuurlijk altijd een beetje redden. De top 10 breach. In samenleving, wat is toch samenleving? Een aantal records gestolen, wat nou als bestuurder van je auto gehackt is. Zijn er geen personal identifying information gestolen? En het is altijd een beetje arbitrair. In de VS is het meer openheid dan hier. Vorig jaar hadden we in Nederland geen enkele meter, officieel. Over 8 jaar hadden we gezien, de boekjes van 2014 opslaan, zullen we zien dat ze wel hadden, maar nu hebben ze onder de pet gepakt. Het is altijd een beetje arbitrair. Maar ik neem aan dat de meeste van deze verhalen jullie niet ontgaan zijn. Het is dus een lijst gebaseerd op hoeveel aandacht was er voor en hoe opvallend is het, hoe groot is het naar voren gekomen. Natuurlijk hebben we al enige mis tijdens het voetballen, want ik had nooit in het nieuws gehouden dat ik in de gaten. Dat is allemaal gewoon geluid. Voor humor, rond obscurity, dat doet veel goed in de pers. Dat is natuurlijk allemaal met ons werk, maar het is allemaal vrij willekeurig. Komt een beetje voort uit het mortem approach en de aanpak om te leren van een aanval, wat is er eigenlijk gebeurd. Dan krijg je een filtering, die krijg je straks, maar ga ik niet te diep op in. Maar ja, het is een aanval die begint ergens, die doet wat stapjes en op een gegeven moment lukt er iets. En de essentie van het omgaan met incidenten is dat je het wel leert, als je het nog niet hebt, of zelfs beter. En daarom is het handig om te kijken naar wat er in het echt gebeurt. Waar ik dit modelletje een beetje voor. En zo werk je door zo'n aanval heen en je gaat dan kijken van nou, wat kan ik dan doen? Welke stukjes heb ik nodig voor een aanval? En dan ga je kijken wat je gevonden hebt. Ik ben binnen, heb nou command, komt het firewall, god, nou ben ik die net al kan ik. En zo bouw je aanval. Komt later goed, dan ga ik nu voorbij. Wat wordt een vraag is eigenlijk vooral, wat is dat nou gedaan? Dat is nou echt gedaan. Met dit onderzoekje was dat een kleine uitdaging. De meeste vragen vertellen dat het niet echt een taak is. De meeste namen over de grote incidenten gaan over van hoe mijn oplossing hiermee samenhangt. En niet zozeer van wat is er nou echt gebeurd. Dus het oordeel, ik zou zelf zeggen, zoek het vooral zelf op wat er nou echt gebeurd is. Gelukkig zijn er een aantal blogs, ik ga er geen namen noemen, maar er zijn een aantal. Echt op ingaan, dit is gebeurd. Dat zijn de belangrijkste scholen. Daar is het zelfs mooi. We zullen een paar verhalen echt erbij komen. En de vraag is eigenlijk altijd van de Nederlandse minister effectieve maatregelen. Als je ziet, 10 aanvallen, wat de patronen zijn, dat zijn terugkerende elementen. Het element wat in de meeste gevallen helpt, en daarom is het een scenario, die moet je in ieder geval wel hebben. Dat is eigenlijk de hoofdvraag van het onderzoek nog aan de basis van deze presentatie gelegen. Hou dus ook in de gaten dat we zijn over de kill chain. Een aanval heeft al meerdere facetten. De heksen zijn vliegtuigongelukken, daar zijn mannen bij allemaal. Kijk, graag het programma's over neerstorten van vliegtuigen. En je ziet dat het allemaal niet causaal is. En dat is een schuldig van de proza. Een ongeluk heeft meestal meerdere oorzaken. En natuurlijk nooit bij zichzelf, maar het is een optelsom van gaten. Die gaten al zien, moet je gewoon naar kijken of er maar eentje dicht gestopt om de keten te breken. Hoe vind je allemaal dicht gestopt? En we zoeken eigenlijk naar de meest kenmerkend gezamenlijke noemer. En natuurlijk is het ook zo dat ze misschien een tip voor ons, niet voor ons natuurlijk, maar voor de rest van de tijd. En je kunt leren van een fout van een ander. Je hoeft niet zelf gehackt te worden om ervan te leren. De meeste organisatie verwacht dat hier is nooit wat gebeurd, dus wij hoeven niet te leren. Het is wel goedkoop, van God. Maar het is ook heel goedkoop om te kijken wat bij andere mensen is gedaan. En gelukkig, niet zozeer in Nederland, met andere landen zijn ze behoorlijk open. Dus je kan heel veel informatie krijgen over wat er nou echt gebeurd is. Misschien dat het niet is, maar er is een actieproject, er wordt het beschikbaar, zal geven. Alle officiële rapporten van ons een beetje pakken, grote werk vanaf 1993. Dus als je nog wat wil studeren, kan je dat gaan raden. Goed, de top 10, wederom. Wat ik al zei, de caution, van, ja, er zitten wat keuzes in. Carbonaar, ik kom straks uit met de rapport. Sony, Eindhoven, Hotel, Apple, Eindhoven, Boeing. Dit is morgen eBay, healthcare en stekenbank. Je kunt gewoon zeggen, deze wordt ook erbij en die wordt er niet bij. Doen we straks met de bol. Ja. Nu nog even dit. Oké. Kamerlijk. De discussie van Fox heeft even niet aangehaald dat je eigenlijk anders heet dan anders geraakt had. Wat is hier gebeurd? Wat is er nou echt gebeurd? Wat kan er deze stap worden gedaan? Dus hoe zijn ze binnengekomen? Nou, dat zie ik. Phishing, je krijgt een mailtje, het is een Word, een dropfout. Ook. En er zit een CDO-bestand in. Mensen die zich langs bezighouden met filtering, mailinterface, weten een CDO-bestand.
Nou, het wordt wel, blijkbaar mocht hij de hut al door. Dus een control panel file op Windows. Heel handig. De vulnerabilities die in Word gebruikt zijn, waren ook allemaal op het moment voor de versies 2007, 2003 waren mooi. Alleen in 2010 was er een nieuwe. Dus er zat een fout in scherm dat een nieuwe versie zat die vergeten waren. Maar in essentie had je deze beweging houden. Net veel van wat zeggen, maar het is een heel ander standpunt. Wordt een regel om dat te accepteren, dus die wil gewoon weg. Deze film nummer 1. Standaardregel. Weet je al 20 jaar, die hier of niet worden gedaan. Maar goed, dat zei je. Wat er vervolgens gebeurde, een manager, een blogger geïnstalleerd, die haalt vervolgens ZUT binnen. Troep. Nou, die troep ging zoeken naar het netwerk, die ging op zoek naar de AVS. Ja, de AVS is natuurlijk wel een beetje het belangrijkste doelwit in het financieel systeem in automaten. Ik kan me herinneren van mijn tijd bij een grote bank dat ja, de security van de winautomaat was het allerbelangrijkste, want die hele nieuwe technisch. Maar is het niet altijd standaard het geval. Vervolgens, om dan een afsturen, we hebben dus naar IKV als de eerste stap VPN's gecreëerd. Met hele rare masks, effectmasks die je eigenlijk kunnen zien. Weet je, zien wat dat wel gezien is. Maar blijkbaar denk je dat hij dat niet. Oftewel, geen bandje is geen blokkade van het wil. Dat had een weggeving mogen zijn geweest, veel dan maar 1. 2, zo niet gaan we zoeken wat je netwerk, dat had je hebben mogen zien. Zeker zijn over de taal afmaken. Straks moeten we er heel meer over lezen. Goed, de volgende Sony. Daar gaan we niet alleen over praten voor de Koreanen of de Russen of wie dan ook. Dat is in de politiek heel belangrijk. Zit in de laatste uitspraak. Wat ook natuurlijk wel in Koreanen waren. En wat is er technisch gebeurd? 10. De beheerders kregen een PDF toegestuurd. Hebben dat geopend. We hebben ze eigenlijk een beheerder voor gebruikt. Dat is wel een bol wat. 90% van de alweer ouder. Ja, dat is wel eentje die ook in de top 3 van de referentie die de namen van de zaak van de meestal van de aanvallen. Nummer 72 is het laatste bewijs dat het vlees bovenaan. PDA heeft heel erg lang, de top 3 gestaan als vector. En dat was gewoon echt gebed welke varianten nou wel hadden, die in die export kant en klaar, hele lange release met aantal effect bij. Maar ja, dat was een grote van aantal effect. Dus ze zijn blijkbaar gewoon doorgelaten en gehandeld. En ze waren dus nog vermiddeld. Wederom, standaard veel, media staat op deel, je kunt een aantal dingen doen, dat zegt gewoon een andere reader. Wat ik heel leuk is, dat ze met een brief van elke PDF overnieuw in de mail gateway. Kan ook. Dan krijg je wel een graag karakters op PDF'je. Ja, standaard wel, is het niet actief. En er zijn geen zichtoplossingen van deze, is er eentje die rond 2000 al is. Deze nieuws onder de zon, deze hadden ze nog mogen hebben. Maar goed, en de volgende was, ja, ze stelen naar kamersgegevens van. En dat is een fijne maand iets. En de meen altijd niet gewoon al in de fijne rechten. Aan de user en password stelen, die kunt van aan dat je dat uitkomt, als je veel meer niet hebt. Dit geval is makkelijk, want er waren geen echte lagen voor je eerste modellen, dus dat is gewoon in ieder geval van doen. En je kunt er ook weer iemand bij passen. Wat je ziet, wat simpel solution komt, met simpel, maar toch wel even standaard voor de mensen die altijd niet gevoeliger kans hebben betrekkelijkheid. Ja, dan is het al waarschijnlijk al gelijk zo makkelijk. Sommige grote vendoren beginnen dat niet als standaard te zeggen. Maar daar is wel goed te zeggen, dit is het doel. Heb je die account, kun je verder. Dat is wat je zoekt. Daar zou je best wel aan kunnen doen. Maar goed, dan ben je benieuwd. Handel. Wat een leuke. Phishing. Dat heb je gehad. Van de scherm is gebeld. Nu weer een nieuwe ticket. Ik ben van Microsoft. Dat was niet Microsoft dan. Is gebeld en die heeft een kleine mailtje gestuurd en die heeft drie gekregen en die heeft niet gekregen bij wijze. Ja, en vervolgens krijg je hetzelfde verhaal. Er wordt natuurlijk software gelaten, wordt natuurlijk niet herkend door dat virus. Verrassend, want ja, dat komt alleen daarvoor. We hebben nieuwe compiled, het is wel voorstel geven, dat maakt niet uit. En nieuwe compiled, dus hij komt toch binnen. Deze veel, signature based op het virus, is op zichzelf een leuk idee. Het gaat wel tijdens mijn kant op vertrouwd, ik ga het delen nogal. Maar het is natuurlijk niet in alle gevallen even goed. Degenen die zich in het virus hebben begrepen, die kennen waarschijnlijk hoe wild is, die snappen ook wel dat het eerder al begrepen. Want als je in de basis om mee te nemen, een virus wordt bestreden als de uitbraak groot genoeg is. Als alleen bij jou erbij voorkomt, is het per definitie te klein. En zal dus nooit en dan nooit in de lijst komen. Dus die zit er goed gewoon niet. Als je daarvan uitgaat, heb je het niet begrepen. Nou, hetzelfde verhaal, single factor voor
training voor medewerkers. Sanders heeft het zwart, China heeft het niet, wat is er gebeurd? We zijn nogal bezig met deze films. Dit zijn dingen die wel goed is om op te hebben. Honden. Honden hebben ook niet zo erg duur uit. Eigenlijk gaat de oorlog avanceren aan de hand. Want ze zijn binnengekomen via het netwerk. Precies de koppeling van de herbouwbeheerder. Dus om niet te denken in het park. Dus daarom is het binnengekomen in Ferrari. Fishing, heel goed. Maar nog inderdaad. Vervolgens zijn we gebruik gemaakt van oude voorbeelden die waren in deze plek niet voor gelukt waren. En vervolgens gingen ze zoeken naar de films die er wel waren aan het zijn. En dat ik spreek daar. Dus net als een signature die zo makkelijk te halen. En zo vind ik het feit dat je rond gaat kijken om wat voor systeem van systemen praten, zou je het IDS kunnen afknappen. Maar goed, dat was bijna niet nodig om dat te filteren. En wat ook mooi was natuurlijk dat ze zich voordelen als McAfee software. Dat is natuurlijk wel gewoon een leuke, dus engels humor, een beetje zwart. Zo kwamen ze daar van binnen. Maar de modder zelf bij de POS is niet meer aan. En dus als wij geraakt kunnen worden, ja, het is een aantal mensen prima, maar we hebben een stukje mogelijk al 10 jaar geleden. En zoekmaatje met heeft iets niet nog in de markt voor. Het is een heel groot verhaal geweest in de tijd dat geen dingen nog kunnen herinneren. Een goed geheugen niet. Maar was het dus ook gelijk het sensationele verhaal van 2005. En blijkbaar in 2014 niet onze maatregelen gebaseerd op succesvol doen. Dus de baai heeft toen een plan om veel voer. Als laatste bedouwen echt het blijkt met nieuwe koffiemachines ook op die landen zitten. Dat is ook heel erg handig. Ze gaan ze warmen, ze zijn er nog niet. Wederom de syntax-authentication van andere accounts. Goed, en dan die OS. Ik heb er even bij gezegd, degene die niet weten waarom je dan eigenlijk van het expert af los van de spoorcrisis, is eigenlijk zo heet deadlock. Dat is een strijding tegen dat het verhusselen van de geheugen is, dat de bal weer niet zo makkelijk kan starten. Black Windows is een van de aanleiding, oorspronkelijk uit 2005. Het is een van de aanleidingen waarom het Windows ingestopt is. Als je op Windows draait, ja, dat is een nieuwe ding. Beter. En ook hier weer, hetzelfde verhaal, hetzelfde verhaal, de mannen van volgens de waren bekend. Maar we hebben andere aanvallen die een paar maanden eerder waren opgedraaid. Ja, geen blacklisting, geen alerts. Ook hier, als er al een Windowsje staat, ja, je kijkt er dan naar. Maar dat is hier ook zo standaard als die had je kunnen hebben, die had je moeten hebben. Goed, even op mijn taal. Is leuk. Spearfishing, we noemen het wel spearfishing. Het e-mailadres, want ik heb het persoonlijk gedaan. Dat was een heel aanval, een heel geavanceerde aanval. Hè. En de tweede was eigenlijk, op deze dienst heeft geen lokale policy. Dus ja, je kunt gewoon brute force een password. Ze hebben echt wel werkelijk gezegd dat dit een sophisticated attack was. Toen ik nog een noemfax in security land, 20 jaar geleden, toen vond ik dit inderdaad heel erg interessant. Moeilijk, dat hoor ik ook niet. Nou, ik weet het een beetje, maar dit is voor mij een beetje dom. Het is ook wel gefixt. En de geld is dus eigenlijk, ja, blijkbaar kunnen we zelfs als grootste systeem in de rest van de wereld dit soort dingen wel vergeten. En in Find My iPhone service hebben we blijkbaar een andere backend. Want ik kom ook een andere commissie als je ECM backend hebt. Dat zijn onze systemen. Ja, voor geld genoeg. Je moet aan het afval moeten zijn. Het staat op iedere best practice vanaf 1992. En hoe komen deze informatie? Dat is ook heel erg leuk. Het hele vraag aanval is te volgen geweest op Twitter. Real time. Op een gegeven moment zijn de persoon, kijk, doe het niet meer, ze hebben een blijkbaar ja. Ik heel belangrijk, hoe kom je aan deze informatie? Ik bedoel, het is totaal niet stil te houden. Er zijn dus mensen gaan dingen gaan doen omdat ze het volgen, dat heet het dan ook. Ik heb ook nog een bekende Amerikaan die ik al veel mailadresje van de persoon die is het verder gedaan. Voordat we hebben nog even een hoe mooi een plaatje in de gedachte van deze aanval. Goed, Boeing. Very sophisticated attack. Dit is de uitzondering tot nu toe. Hier is daadwerkelijk sprake van een ingewikkeld verhaal. Er is een frontcomputer opgezet, een netbedrijf opgezet om verbinding te krijgen met een consortium voor de Joint Strike Fighter, een consortium voor de C-19, een consortium voor de UVN Productie. En de werkgever zat er blijkbaar ook bij. En die is toch gewoon alleen meer, dus ik weet niet waarom ze die wilden, maar goed. De essentie was, ze hebben een bedrijf gestart. Een serieus bedrijf, maakte ook winst. Ook zaken hebben Nederlandse bedrijven, overigens. En daarvoor toegang kreeg tot de cateringsystemen, supply chain van Boeing. En je ziet dat deze organisatie in de supply chain zit,
silo. De supply chain is namelijk niet verder van ons, dus ja, tot de grens niet verder. Hier is het voor de veekoper, dat is het voor een paar heren van de waarschijnlijk Chinese inlichtingendienst. Die hebben gewoon een tijdje daar gezeten, een business opgezet, die maken de ouders van kabelbonen, kabelzware elbow, in ons mooie omzet. En zo zijn ze eigenlijk aan de gang gegaan. Ze zijn nooit vertrapt. De reden dat ze dus gevonden zijn, uit en de zee, ze hadden voor de wereld erover dat ze dat aan doen waren, hoe ze dat doen waren. En zo zijn ze dus gepakt. Het is een hele aanval. En de zee heeft veel koning gebeld. Als ze zelf altijd informatie te krijgen is. Een hele grote dingen van stond, dit is een merk. En ja, goed, er zijn terabytes naar buiten gegaan. Dat is eigenlijk het enige wat ze had kunnen doen. En ja, als ze zo inderdaad naar buiten gaan naar een speciaal server, ach, dat zou je kunnen zien. Het was gewoon heel erg veel. Ja, die kijken naar dat dan verkeerd. Maar de rest, als je naar deze nog wel kijkt, ja, je geeft iemand toegang. Omdat je met hem samenwerkt, en hij staat contract. Ja, die Chinese firma was ook, die firma was niet Chinees, maar het was Chinese, dat is een leuke firma. Die was ook al verkeurd, gecertificeerd, compliant. Ja, deze had je dus alleen maar kunnen pakken door daadwerkelijk te kijken naar de hand van het verkeer. Boeing is dat op vast en best wel veilig, want er is een grote zorgsvaardigheid. Want dat weten we dat een aantal jaar geleden met een vergelijkbare aanval. Die heeft de raadtekeningen en voldoende-tekeningen van de F35 vastgesteld. Jullie hebben meer in handen gesteld als dat er zonder zijn. Maar vooral op dit moment van de C17 hier afgebeeld. Het ding is uit de Russie, maar blijkt nog steeds wel geavanceerd. Boeing is bijzonder aanval geweest. Kijk even naar ons. Goed, JP Morgan Chase. Grote bank. Of ongeval op mijn hoekje, maar het was een heel ander. En waarom heb ik
zeemarkt, er zijn stilgaan wat gebeurd, als er centjes eruit gekomen wat niet gebeurd is. En dat is op de rug, is het niet begonnen met een stukje spearfishing. Het was een mailtje, dus dat was een testmarkt. En de testmarkt was uiteindelijk een malware, bekende malware, oude malware ook nog. En ja, ik kwam er gewoon doorheen. En dit is een slide van ietsje ouder is. Ja, het was recent eruit gekomen, ik denk 3 geleden, al is de slide wat hier. De SS zegt dat ze niet goed voor elkaar mee klopt. Ze hebben een klassieke aanval gehad, kennen we elkaar, maar ja, zonder eigen communicatiemechanisme niet gezien in antivirus. Die heeft aan kant van een domeinnaam en van die ingesteld en daarmee kunnen ze toegang krijgen. En de server en de andere achterliggende server, waar die was, hetzelfde verhaal niet in. Want die hebben een exchange server, doet wel, dat is een exchange server. Ja, dat is ook een exchange server. Dat staat er niet bij. En zo zijn ze binnengekomen en zijn het ontzettend niet opgelost. Dus het netwerk is aan alle kanten geïnfecteerd door bommen die gewoon ophouden. Het is dezelfde patroon, een stukje malware over de wereld gekomen, een stukje phishing. Als hij had herkenbaar kunnen zijn, had hij niet hoeven zijn, kwam binnen en zo door. En daar is dus een patroon. En dat patroon is heel erg veelzichtig, afgezien van bommen. En komt een beeldje, een PDF, een stukje flash, een exploit op een browser. Die trapt op een job naar binnen. En vervolgens gaat hij de rest ophalen, commando van de verbinding opzetten. Heel veel data in buiten proeven, zodat je gemakkelijk kunt doorzoeken wat je allemaal naar buiten gaat. Al zit het ook 9 van de 10 keer. Dan is de supply chain wel leerzaam, niet zo gangbaar. De technologie die gewerkt, want de virus ziet er alles wel echt op rij. Heeft erbij kunnen zien, dat hadden we weten als we de handleiding hadden gelezen bijvoorbeeld bij de Baltis.org. USB Password kon niet over. Alle linies zien dat terug, ja, hij werkt gewoon niet meer. Die weet dat daar dan een kwart in zit, dat is de makkelijkste vraag over zulke handen doet. Dat lukt het meeste te zeggen wel, hè? Niemand aanval op de grote systemen. Niet onderstaan, niet maar gewoon naar één. Dan heb ik wat op. En in deze systemen, de machines, die is gewoon niet gewoon niet te detecteren. Mensen die ontkrijgen, is ook in de deze systemen vervolgens zien dat iets mis is. Dat is het patroon. En de vraag nu, DNA. Heb je deze aanval gekregen? Want dat is het thema van het verhaal. Ja, deze les die moeten wij leren. Dan is het met dit bepaalde agenda iets en die dingen gebeuren. Hoe goed is je? Eerste vraag van de veiliging. Heb je misschien deze virus? Hebben we bezuinigd en hebben we het Microsoft moeten kopen? Hoe goed hebben wij die vraag voor elkaar zitten? Hoe doen we onze detectie? Je kijkt ook naar uitgang verkeer. Je kijkt ook naar de command control. Wat zijn de lagers? Heb je deze gestructureerd onderzocht? Heeft je organisaties afgevraagd? Wat betekent dit voor ons security-programma 2015? Wat gaan we de komende jaren allemaal doen? Ook de dingen die hier iets mee te maken hebben. De aanvallen zijn het algemeen actief. Dit al lang in de security-programma niet meer als. Het is gewoon nog op in Bryant, zeggen we hier. Nou, weet je, Purlust is op de leeuwen begonnen. De eerste zou je zeker weten, en ligt zonder rol mee. En bij het park hebben ze gewoon nog gefixt. En durfden geraakt zullen zijn. Op basis van Verizon, 100% van de tot 1000 bedrijven is onderzocht dat behalve daadwerkelijk aantoonbaar is en dan dat infectie van geen succesvolle breaches. Hebben we dat niet gedaan? Ja, is dat alles lekker geld? Dat is het niet hoor. Hebben we het geld wel? Bestaat de techniek niet? Moet het nog uitgevonden worden? En mensen die kennis niet, ja, dat zou best kunnen, want dan kijken naar de dingen die we kennen. Dat is een firewall aan, dus dat de virus niet een antivirus product aan, maar hoog op het erbij weet. Misschien is dat wel een dingetje. Misschien hebben we een aandacht daar niet op zitten, hebben we aandacht op andere dingen. We moeten er een onder komen. Misschien is het bijst wel belangrijk om het tegenhouden van de aanval. Ja, want we hebben vast nog een prioriteit. Een groep is het op die plan, moet er ook nog even bij komen. Dus we hebben wat in het echt gebeurd, over het algemeen niet goed in de smissie. We gaan gewoon terug en vragen aan die mailbeheerder, van wat zit die maar voor middel op. Kijk naar je zien, wilt het niet? Heb jij een zinsgroep op de liggen voor die kwalijke vrol? Wie heeft die missie? Op een actief? Weet iemand wat het is? Ik zie twee mensen. Nou, goed, gaan we daar nog niet doen, kom straks op terug, denk ik, en anders vanavond bij de discussie. Dus essentie is bestudeer deze dingen om de goede dingen te doen. Nou, wat je moet studeren. Dus ik hartstikke leuk om de cursus crypto te volgen. Maar klanten zijn het simpel aan als mensen. Dus je kunt er niet op een paar jaar. En
als de aanval van Toon woonde, dan moet je dus als bedrijfsorganisatie ook als carrière certificates voorstellen. Mensen, dankjewel. Er zijn nog vragen nu aanwezig. Ik zeg nog even, zo kan ik die rol voor. Er zijn vragen tot een drankje bij. Wat is die stelling voor het bel? Ja, ik zeg het maar goed. De stelling voor het bel. 95% van online security doen. Dat zal worden gedragen. Is dat opzicht van de draaien gelukkig. Terwijl we zijn heel veel tijd hebben wat tegenhouden van de functie. Dat is wel fantastisch. Maar we zien deze met waar het nu echt moet zijn.